Ik blijf in mijn achterhoofd toch altijd met de mededeling van een heel aantal prominente virologen dat we onze scholen, en zeker onze basisscholen, nooit hadden moeten dichten. Ja. Meneer Van Damme van de OESO zei vanochtend op Radio 1, dat hadden we misschien toch niet moeten doen. Ja, maar niet alleen dat. Ik hoor ook Pierre Van Damme, professor Goossens enzovoort. Een aantal mensen hebben dat eigenlijk al gezegd, dat dat virologisch niet noodzakelijk was. Ja. Wat ik vooral leer is dat het onderwijs weer al niet bestaat. Hè? Want dat wisten we eigenlijk al, maar het is nu weer duidelijk geworden. Ja, we hebben nu voor kleuters een andere regeling als voor het lager. En voor het lager een andere regeling als voor het secundair. Ook voor het volwassenenonderwijs hebben we een andere regeling. Voor onze internaten, voor onze universiteiten en hogescholen. Ik leer vooral dat we die dingen moeten bekijken, altijd in een context. Dan ook bij de implementatie ben ik zeer, zeer blij dat we toch zijn kunnen afkloppen op de idee dat een school zelf haar verantwoordelijkheid moet kunnen nemen. Omdat die contexten van scholen zo verschillend zijn. Je krijgt dat vanuit Brussel niet geregeld. Hoe stringenter de regels, hoe moeilijker ze soms operationaliseerbaar zijn. Wat onze directeurs, wat onze scholen vragen, is eigenlijk een kader. Een duidelijk kader van afspraken, maar daarbinnen moeten ze de ruime vrijheid hebben om dat volgens hun eigen infrastructuur, eigen doelgroepen, eigen beleid ook, want scholen maken ook pedagogisch soms andere opties, dat is die vrijheid van onderwijs, om dat dan eigenlijk vanuit die eigen verantwoordelijkheid te kunnen opnemen. En ik denk eigenlijk dat de coronacrisis eerder dat idee bevestigd heeft dan ontkracht. Maar ik kan eruit onthouden, een lockdown van de scholen zoals we die gehad hebben, dat was op dat moment een snelle beslissing in een crisissituatie waarbij we het virus nog niet helemaal konden inschatten. Maar dat mag zich niet meer voordoen. Ik verwacht dat niet, maar we hebben de afspraak gemaakt dat de veiligheid, dat we dat aan de virologen toevertrouwen, dat zij, dus als zij dat op een bepaald moment nodig vinden, dan zullen we dat doen. Maar als dat niet nodig is, ben ik alleszins de eerste om te zeggen, laat ons dat dan maar niet doen. Ja. Oké, dat is dan toch goed nieuws. Dat is duidelijk, hè? Dat is duidelijk.